Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op dinsdag 9 juli. Het begint aangenaam vandaag met zonnige perioden, alleen hier en daar zijn wat meer wolkenvelden aanwezig, met name in het noordoosten. De temperatuur ligt tussen de 13 en de 15 graden en op de meeste plaatsen blijft het droog. Heel misschien dat er vanochtend in het noordoosten nog een enkel buitje valt. Vanmiddag stijgt het kwik verder en uiteindelijk wordt het zo'n 17 tot 21 graden bij een matige noordwestenwind. Er zijn wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Vanavond klaart het breed op en als de zon ondergaat is het zo'n 16 graden. In de nacht kan er zelfs een enkel misbankje ontstaan, maar vanuit het westen neemt wel de bewolking weer toe. En morgen overdag hebben we dan te maken met veel bewolking. Mogelijk dat in het oosten en zuidoosten eerst nog even de zon te zien is. In de middag kan er ook hier en daar wat lichte regen gaan vallen. De temperatuur ligt tussen de 18 en 22. 20 graden. En er waait een matige wind uit het zuidwesten. Donderdag en vrijdag wordt de lucht onstabiel en vooral in het binnenland kunnen er dan een paar stevige buien tot ontwikkeling gaan komen. Onweer is dan ook niet helemaal uitgesloten. Vooral donderdag wordt het weer wat warmer. De temperatuur ligt dan in het zuiden tussen de 22 en 24 graden. Zaterdag vallen er ook nog wat buien. Zondag blijft het op de meeste plaatsen droog.